Nou, welkom allemaal bij de officiële opening van de Heemten Elleveld. Zo'n 5 jaar geleden is het idee van een heemtuin ontstaan in de wijk. En dat idee is bedacht door de werkgroep Groen en Milieu. Daarna werd het een speerpunt, een aanvraag bij het wijkplatform dat goedgekeurd werd. En vorig jaar maart begon het basisklaarmaken van de heemtuin. En toch, we moesten er gelijk weer stoppen, want er werd dik genesteld. Dus de hele tuin is eigenlijk de hele zomer een klein beetje op zijn kop blijven liggen. Maar in september, oktober konden we aan de slag nadat Vaarkam de boel had basisklaargemaakt. We gaan hier zien hoe het in het kort gegaan is. Augustus voor, nee, september, oktober. En voor de winter wilden we eigenlijk 7000 bollen de grond in hebben. En dat is ook gelukt. Door een oproep te plaatsen. En er kwam een 12 tot 15 aantal mensen kwamen dus hier ons helpen. En daaruit zijn dus weer een flink aantal vrijwilligers blijven hangen bij de heemtuin. Zodat we dus nu een aardige groep bij elkaar gesproken hebben. Die elke woensdagmiddag hier trouw helpen. Lobby? Nee. Lekker. Ik wil apart even de werkgroep van Milieu bedanken, omdat we niet altijd toekomen aan het organiserende deel van de heemtuin. Het organiseren, daar heb ik vooral het begin, vond ik dat nogal een lastige zaak. Want je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk niet aan wil denken. En wilde ik het wel, maar ik heb het op een gegeven moment maar niet afgevraagd en ben gewoon aan de slag gegaan. Vorig jaar september, net nadat het basisklaarmaken van de Vaarkamp achter de rug, vielen we gelijk met onze neus in de herfstbladeren. De compostbakken die Joop en ik gemaakt hadden, konden gelijk gebruikt worden. En zelfs de keuken hier, die maakte gebruik van. Die gooide het groen afval in de bak. Nu wou ik graag het woord geven aan mevrouw Van Gastel. Ja, dan, dames en heren, het is een heel bijzonder moment in de heemtuin. Ik heb hem al een aantal malen gezien, dus ik zie ook al hoe die verandert. En ik werd net al eventjes gememoreerd van er komen allerlei plantjes in, hè. En het is met planten, net als met mensen, ze kiezen hun eigen omgeving. Dus je legt iets aan, maar je zult ook zien dat het door de jaren verandert. En je zult ook zien dat er planten komen die je misschien wel niet bedoeld had. Maar trek ze er nou niet gelijk uit als onkruid, want ook onkruid kan heel mooi zijn. Ik ben zelf een vervent tuinier. Niets is mooier dan met je handen in de grond zitten en buiten bezig zijn. Maar dit wordt ook zo'n tuin. En het mooie van deze tuin vind ik dat aanvankelijk de Stichting Woonbelangen Elleveld, de gemeente, maar uiteindelijk u met z'n allen degene zijn die zegt, zo moet die tuin eruit zien en zo moet die tuin worden. En voor ons als gemeente is dat heel fijn om te zien, want als je dan zo'n mooie tuin hebt, dan weet je ook dat mensen eromheen zich verantwoordelijk gaan voelen voor die tuin. En dat betekent niet dat je meteen met je handen in de grond hoeft om daar te werken. Maar vanuit je ooghoeken, als je er langs loopt, dan let je wel even op. En misschien als er een blikje ligt, raap je het even op, omdat je dat stukje Elleveld weer extra mooi wilt houden. Dus daarom vind ik dit heel, heel bijzonder. Binnen de gemeente, en dat leest u ook in de krant, hebben we wel eens discussies of er niet meer hotels in Arnhem moeten komen. Nou, u hebt het hotel, het Insectenhotel. En dat is denk ik al ook weer een hele mooie aanwinst voor Elleveld. Ik ben er heel erg trots op dat dit hier zo gerealiseerd is.
Ik heb hem al een aantal malen gezien, maar ik zie nou de blauwe druifjes opkomen en de narcissen staan. En zo zal die met de seizoenen mee gaan kleuren. En dat is het mooie van de tuin. In de toekomst zal ik ook nog zeker komen kijken. Maar ik wil u heel veel succes wensen met uw tuin. Want dat is het. Met z'n allen zo intiem mogelijk naar buiten wandelen. En dan wordt het eigenlijk het echte officiële gebeuren, wordt dan ingesteld. Door de opening van de tuin wil een herinnering stichten. Beste mensen, ik als oud-voorzitter van Stichting Woonbelangen Elderveld. De stichting is vorig jaar augustus is die opgeheven en de stichting is ontstaan in 1978 voor de wijkbewoners Elderhof. De stichting had als doel de gemeenschappelijke tuininrichting en de drainage te beheren. En zoals u weet, de centrale tuininrichting is in de 90e jaren verkocht aan de Casema en de drainage is als enige nog overgebleven en die hebben we nog tot eind vorig jaar nog beheerd. De drainage in deze wijk is ondertussen zo goed gevorderd door het groenbeheer tot de drainage ook niet meer nodig is. En we hebben toen besloten de stichting op te heffen, maar een aantal jaren terug hebben we gekeken wat zullen we met het resterende bedrag doen. We hebben besloten met de hele stichting om het bedrag ten goede te laten komen voor de wijkbewoners. Daarvoor moest er wel een nuttig doel gevonden worden. Nou, we zijn een aantal jaren terug al in contact gekomen met de wijkvereniging en die hadden een idee om een heemtuin aan te leggen. Dat bleek voor ons een goed idee om daar onze financiële middelen aan te besteden en te geven. En zodoende is vorig jaar samen met de wijkvereniging overeengekomen dat wij onze middelen aan de wijkvereniging gingen overmaken en hierbij konden wij de stichting definitief opheffen, want het geld moest wel een doel hebben, want anders kun je geen stichting opheffen. En hierbij is de stichting opgeheven en de middelen die ook door de wijkbewoners eigenlijk allemaal zijn opgebracht, is naar weer een goed doel en voor de wijkbewoners weer terechtgekomen. En hierbij wil ik de heemtuin hierbij openen bij onthullen van... Nou, zo. Het zit goed vast bij. Kijk, dit is op 50. Ja, ik die is heel leuk. Die vind ik ja, echt leuk. Ja, dat is handig.